Amerika is geen betrouwbaar land meer. Amerika is geen betrouwbare bondgenoot. Ik heb het al een beetje gehad met de Verenigde Staten. Het is vaak zo ergernisverwekkend. Het is zo ongelooflijk stupide. En hoe komt dat? Omdat het uiteindelijk gerund wordt, nietwaar, door corrupte Chevrolet dealers uit. Wat een ongelofelijke eikels dat je dat gewoon laat lopen. Het verlossen, kunt u mij horen? Nog één opmerking van iemand die zei van ja, Maarten Verossen maakt zich druk over te weinig meenruimte in het vliegtuig, terwijl in Oekraïne mensen worden doodgeschoten. Ja, daar heb ik verder niet zo te zeggen. Dit is van een zo gruwelijke en aangrijpende stomzinnigheid dat ik er geen commentaar op heb. Oké, we willen nog even kijken naar wat vragen. Want dat betekent dus dat die mevrouw... Nee, is een meneer die dat zei. Oh, is een meneer. Ja. Ja, misschien. Ja, meestal zijn mannen al stommer dan vrouwen. Evelien hebben we trouwens. Dat is ook een vrouw. Hallo Maarten, ik luister altijd naar jouw podcast. En nou had je het laatst over treinreizen door Europa. Dat het zo duur is en lastig. Nou, dat klopt niet helemaal. Want ik ben een aantal zomers al met de trein naar Zwitserland en ook onlangs naar Italië gegaan. En dat is helemaal niet duur. Voor minder dan 100 euro enkele reis kun je daarheen. Ik word ook eens voor 80 euro gereisd. En het verloopt allemaal best wel soepel. En dat gedoe aan de grens, dat heb ik ook niet meegemaakt de laatste jaren. Dus ik denk dat jouw ervaring gebaseerd is op iets wat je een tijdje geleden hebt meegemaakt. Maar het is echt wel een heel stuk verbeterd. Groetjes, Evelien Hogendoorn. Ja, ik denk dat zij zo'n... je kunt van die passepartouts krijgen dat je een week lang vrij kunt reizen. Het is ook zo dat als je maanden van tevoren bespreekt dat je voor hele schappelijke prijzen die treinreizen kunt maken. Maar ik gaf toen het voorbeeld van Barcelona. Dat is een vrij bekend voorbeeld. Dat is uitgebreid over gerapporteerd. Als ik het wel heb in de krant. Dan weet ik natuurlijk al gewoon niet meer in welke krant. En mijn verhaal over die locomotief net over de Duitse grens. Ja, kan zijn dat dat nu ineens niet meer zo is. Maar dat geloof ik niet zo erg eerlijk. Het kan dus wel, maar het is ingewikkeld. En je moet allerlei dingen van tevoren regelen. Als je zegt, ik wil morgen even met de trein naar Berlijn, zoals het zou moeten kunnen, hè, als je dat in Nederland kunt zeggen. Ik wil morgen even met de trein naar Groningen, wat een stuk duurder is dan je wel denkt. Ik heb er weinig vertrouwen in, moet ik zeggen. Okay. Zij heeft het waarschijnlijk goed georganiseerd, ruim op tijd de zaken gekocht. Maar de coördinatie kan echt gegarandeerd stukken beter. Oké. Okay. Hey, de nieuwste Maarten is uit. De nieuwste Maarten is uit, dat is ja. Ja, dat is juist. Met de blauwe letters op de voorkant. Ja. Wat ik heb gezien, onder andere weer over Amerika, een groot stuk daarin. Ja, van Frans Verhagen. Waarin die... Frans is natuurlijk net zo iemand als ik. Je groeit op met Amerika, je hebt een enorme interesse in Amerika. In de bredere zin denk je ook heel positief over Amerika. Het is wel een wonderlijk land waar ze veel, wat in allerlei opzichten natuurlijk een dominante rol heeft gespeeld in de wereld sinds 1945. Dus ook in leeftijdstechnisch, ook in onze wereld. Frans en ik zijn allebei Amerikanisten. En Frans beschrijft daar volkomen terecht natuurlijk wat een godvergeten klotenland het geworden is. En hoe dat komt, dat ze dat gewoon zelf zo georganiseerd hebben. Dat is niet de straf van de heren of zo, of omdat het 50 jaar geregend heeft. Nee, dat hebben ze goed beter zelf georganiseerd. En hij komt natuurlijk met de gruwelijke en aansprekende voorbeelden. De gun craziness, een gezondheidszorg die waar werkelijk niets van deugt. Het volledig ontsporen van de tegenstellingen tussen rijk en arm en... een politiek systeem wat volstrekt dysfunctioneel is. Kun je ook denken aan de buitenlandse politiek, waarin ze natuurlijk de ene zepert na de andere hebben gehaald. Dus ja, dit is een interessant stuk waarbij natuurlijk direct het verschrikkelijke probleem oprijst. Dat we onszelf heel afhankelijk van Amerika hebben gemaakt in de decennia na de Koude Oorlog. En ook dat is een afhankelijkheid. We hadden het al over de afhankelijkheid van het Russische gas. Ook dat is een afhankelijkheid waar we vanaf zouden moeten. Maar nu kun je Amerika dat toch... is geen betrouwbaar land meer. Amerika is geen betrouwbare bondgenoot. Nu zit die Biden er, die doet zijn best op zijn manier
Hoewel ik hem vaak totaal niet kan verstaan, moet je zeggen. Maar goed. Maar ja, we weten helemaal niet wat voor door gek door Biden zal opvolgen. Ja, Trump is Kamala Harris gaat het niet worden, dat kan ik je zo wel vertellen. Waarom niet? Hij is volstrekt kansloos. Is mijn theorie. Vrouw, gekleurd, migratieachtergrond, nee. Hartstikke leuk dat hij dat gedaan heeft. Dat is Obama ook gelukt. Wordt de vrouw. Het is Obama ook gelukt, ja. Met Hillary bedoel je? Nee, die was er natuurlijk ook, hadden een migratieachtergrond. Ja, maar Obama had het ontzettende voordeel dat hij de opvolger was van George W. Bush. Een van de meest waardeloze, idiote presidenten die er in mensenheugenis hebben gezeten. Dus dat was ook een soort anti-Bush. Ja, ja. Upswell, hoe moet je dat zeggen? Precies, dus hadden Harris eigenlijk tsunami. Nu moeten inzetten. Harris na Trump had misschien wel gekund. Want iedereen was blij, want die zijn van die Trump af. Zelfs dat, denk ik, zou problematisch zijn geweest. Okay. Maar goed, de eerste vrouwelijke president. Maar dus, we hebben helemaal geen enkele zekerheid over de opvolging van Biden. En we hebben ook helemaal geen zekerheid over de samenstelling van het Huis van Afgevaardigden. Er is alle kans dat dat in de komende najaar flipt. En dat de Republikeinen dan de baas zijn, nou ja, dan betekent dus dat alles weer stilstaat. Ze hebben altijd alles stilgezet. Nou, behalve twee dingen natuurlijk, de belastingen gaan nog weer verder omlaag en er is nog wat extra geld voor defensie. En Trump is weer bezig met verkiezingstoespraken. Ja, het hoeft helemaal niet Trump te worden als opvolger, maar het kan een andere Republikein zijn. Ja, ja, oké. En het is, die zich zeker in Trumpiaanse richting zal willen ontwikkelen. Maar we moeten toch ook een beetje vrienden houden in de wereld. Als we nou ook al van Amerika afscheid moeten nemen en Rusland van het gas. Ik ben bang dat Europa geen vrienden heeft in deze wereld en dat we het zelf zullen moeten klaren. Dat is helemaal niet zo'n probleem. Want dan keren wij terug naar de basisgegevens van de wereldeconomie. In de wereldeconomie zijn drie grote spelers, ongeveer even groot. Maakt elkaar niet zo heel veel uit. En wie zijn dat? Dat zijn de Verenigde Staten. En dat is de Europese Unie en dat is China. En die zullen het met z'n drieën moeten klaren. Die hebben er ook alle belang bij om die wereldeconomie behoorlijk te laten functioneren. Dat is eigenlijk de reden dat ik het stom vind van Xi Jinping. Dat hij toch op het Poetin-paard gewed heeft. Mijn indruk is dat hij dat niet echt 100% van harte heeft gedaan. Maar goed. Ja. Maar jij zegt dus Europa en Amerika, maar we kunnen toch wel dingetjes samen blijven doen? Met zoals nu met Rusland samen. In beperkte zin. Ja, nu, omdat dat komt dat Biden er zit. Maar we zitten wel samen in de NAVO ook met ze. Zonder meer. En dat niet alleen. Ik bedoel, nu is het zo dat in de Senaat en in het Huis van Afgevaardigden democratische, nou, meerderheden is een groot woord. Omdat natuurlijk in de Senaat is het 50-50. En moet Kamala Harris, die moet, laten we zeggen, de breuk maken voor de democraten. Maar, dus nu valt er nog wel iets te doen. Maar die garantie heb je op de middellange termijn totaal niet in een land wat economisch zo ongelooflijk, politiek zo ongelooflijk ongelukkig in elkaar steekt. Ja. Ja. Nee, je moet je centen niet op Amerika zetten. Dat is niet verstandig. De State of the Union, heb je die gezien? Nee, ik moet je zeggen, dat is een ander punt. Ik heb het al een beetje gehad met de Verenigde Staten. Het is vaak zo ergerniswekkend. Het is zo ongelooflijk stupide. Het is ook zo'n land wat in feite ongekende mogelijkheden heeft op economisch gebied, op universitair wetenschappelijk gebied. Nou ja, ga zo maar door. En daar werkelijk geen zak van terecht brengt. Dat is toch wel. En hoe komt dat? Omdat het uiteindelijk gerund wordt, niet waar? Door corrupte Chevrolet dealers uit de Great American Heartland. Biden was heel positief in de State of the Union. Ja, dat is een beetje wat zei hij ook weer. Had nog nooit in zijn leven zoveel vertrouwen in de Verenigde Staten gehad als nu. Hij kreeg ook wel positieve reacties. Maar ja, ziet dat hij ook op het punt van liegen toch best Poetin af en toe even de hand kan schudden. Maar hij kreeg een kletskoek zeg. Maar dat is meer sentiment wat hij daar probeert aan te doen. Ja, dat is allemaal sentiment. Maar sowieso. State of the Union, dat is allemaal sentiment.
Oké, okay, hij kreeg wel best positieve reacties. The state of our union is strong. Ik heb nooit anders gehoord in mijn leven. Wat staat er nog meer in de Maarten? Wat heb je zelf geschreven eigenlijk? Ik heb zelf geschreven een redactioneel. Ja, ik moet er wel bij zeggen dat mensen zullen misschien naar de inhoud kijken en zeggen van, niks over de Oekraïne. Nee, dat klopt. Omdat de hele zaak naar de drukker was op het moment dat het fout ging. Toen heb ik nog gedacht van, zal ik niet toch maar redactioneel schrijven over de Oekraïne? Maar de rest van de redactie heeft mij bewerkt en zegt, ja, dit kan zo snel veranderen, die situatie. Laat maar staan wat je geschreven had. Dus ik heb een redactioneel geschreven over het opbellen naar officiële instanties met de bekende resultaten. Er zijn nog 17 wachtende voor u. Wij doen uit onze uiterste best om u zo spoedig mogelijk te woord te staan of veel overheidsinstellingen. Op dit moment is het bijzonder druk. U doet er verstandig aan op een ander moment te bellen. Wat je dan dus doet. En wat hoor je dan? Op dit moment is het bijzonder druk. U doet er verstandig aan op een ander moment te bellen. Het is namelijk bij onze overheid altijd ontzettend druk. Ook als het niet druk is, wil je zeggen. Het staat standaard aan. Ik heb geen flauw idee, maar het bandje zal wel standaard aanstaan, ja. Het is een van die aspecten van het gedrag van onze overheid die ik persoonlijk volstrekt intolerabel vind. Je hoort als overheid behoorlijk bereikbaar te zijn. Dus je moet er meer dan neem je maar wat meer telefonistjes in dienst. Ja. We hadden lamstralen. Hè. We hadden een ongelofelijke eikels dat je dat gewoon laat lopen. Is het nooit goed gegaan dat je dacht, oh, dit is snel. Heb ik eindelijk iemand aan de lijn? Ja, zeker. Dat zijn in het algemeen bedrijven die veel winst maken omdat ze hun klanten vlot bedienen. Oké, maar het is dus de bedrijven, dus niet de overheid dus. Maar ja, en eigenlijk is tegenwoordig alles langs deze weg. Maar misschien dat vroeger, ja, dat ik begin met de anekdote, dat ik als ik vroeger de bank belde, dat heette toen de krediet- en effectenbank, die was in de tijd hier om de hoek, dan kreeg je gewoon mevrouw Jansen. Oh, meneer Van Rossum, wat leuk dat u belt en had een beetje goed met u, ja. Zeker, bent zeker weer vergeten een rekening te betalen. Ja, dat klopt. Nou, die betaalde je dan. Het kostte telefonisch overmaken. Kostte toen 10 piek, als ik het maar goed erin. Dat ging hartstikke goed. En dan zei ze weer, nou, tot ziens, tot de volgende keer. Maar je had contact met een persoon. Als je de bank nu belt, het is uitgesloten dat je ooit een persoon aan de lijn krijgt. Het is allemaal callcentra. Ja, dan kan je natuurlijk nog, al mijn avonturen met callcentra wel vertellen, je weet toch hoe dat is. Je hebt de hele casus uitgelegd. En dan zegt de betrokkenen, meestal een jonge mannenstem, zegt van, ja, meneer Van Rossum, dat heeft hij wel opgeschreven. Dit is echt toch een kwestie die ik voor u niet kan oplossen. Ik geef u even door aan mijn collega Frida. Van de andere afdeling? Van de andere afdeling. Maar alle gegevens stuur ik meteen met die call mee, zodat u hoeft dat niet nog een keer te doen. Dan zijn er vervolgens twee mogelijkheden. Of je krijgt Frida daadwerkelijk aan de lijn. En dan zeg je dus, ja, ik heb alle gegevens al aan. Nee, zij weet van niks. Hoezo? Nee, sorry, maar u moet echt uw banknummer, uw huisadres, de naam van uw schoonmoeder, dat moet u allemaal weer nog een keer opnoemen, want anders kunnen we u niet vertrouwen. Dat is mogelijkheid 1, dat is nog heel positief. Want mogelijkheid 2 is veel waarschijnlijker, dat je vervolgens hoort tuut, 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 tuut. En dan kun je weer overnieuw beginnen. Hè? Want dat is ook zoiets wonderlijks. Nou, ik heb dit allemaal al 100 keer verteld natuurlijk. We worden steeds welvarender. Maar tegelijkertijd moeten we steeds langer overal in de rij staan. De telefonische rij, die kutvliegvelden, maar die onaantrekkelijke vliegvelden enzovoort enzovoort. Ja, daar gaat dus het redactioneel over. Dat zal wel een lang stuk zijn dan. Nee, redactioneel is nooit langer dan 375 Dat is gelukt om al die frustratie in die 350 woorden. Ik hoop het wel, maar het is heel beleefd. Het is, ook zoals ik het nu mij uitdruk. Maar draag je ook een oplossing aan? Dat is natuurlijk maar één oplossing. Dat ze nou iets meer betalen aan hun telefonische hulpdiensten. En meer mensen aan. Want je hebt natuurlijk die vrij snel aan de lijn komen en prima geïnformeerd personeel hebben.
mijn provider, die nu door de KPN is gekocht, jammer genoeg. Access for All. Ja, opgericht door hackers. Ja, je begrijpt dat de KPN dat bedrijf zo snel mogelijk de nek om gaat draaien. Omdat het natuurlijk een verschrikkelijke schaduw werpt over een totaal incompetente beleid van de KPN op dit terrein. Ja, weet je, Polen en Oekraïne? Nou, dat... Nee, dat gaat in Polen en Oekraïne stukken beter. Oh, sorry, Rusland en Oekraïne bedoel ik. Ja, nee, KPN een hopeloos bedrijf. En dan heb ik een stuk geschreven over reizen. Dat is ongeveer 1000 woorden. En dat komt in grote trekken neer op doe het niet. Reis desnoods in Nederland. Dat kunt u rustig doen. Maar dat waarom u godsnaam wild water moet gaan varen op de Mekong, daar zie ik echt het nut niet van in. Ik zie ook dat hysterische gedoe over de vakantie. Van die mensen die een hele godsganse jaar over hun vakantie ouwe hoeren, dat je altijd denkt, hoezo, wat is er mis met het dagelijks leven? Hebben we het ook wel eens eerder over gehad. Hè? Als je dus alsmaar aan die vakantie denkt, dan kan maar één ding betekenen. Dat je het dagelijks leven, dat je dat afschuwelijk vindt. Ik denk dat dat ook zo is voor veel mensen. Dat ze dat helemaal verschrikkelijk vinden. En daar moet je dan wild waren. Ik heb nog wel een paar tips. Dus ja, ik heb ook al tips gegeven. Natuur in Nederland, landschap in Nederland, niks mis mee. En een van de grootste voordelen van Nederland is dat iedereen Nederlands spreekt. Behalve dan in sommige provincies, maar daar hoef je ook niet heen. Ja. Nee, dat je de wc door kunt trekken en zo, nog wat van die dingen. Ja, ik kan mijn verhaal vertellen over de vakantie in Montenegro. Maar goed, dat is ondertussen een half eeuw geleden, dus dat zal ik maar niet doen. Maar wat gebeurde er dan? Nou, wij waren de enige gasten in dat motel. En eerst viel de elektriciteit uit en toen viel de watervoorziening uit. Terwijl we net naar de wc waren geweest. En toen bleek je er eigenlijk toch niet te kunnen eten en... Het was echt een feest van avontuurlijk vakantie houden. Daar heb ik ook zijn hekel aan. Ik wil helemaal geen avonturen beleven. Ga nou toch weg. Ik ga naar Texel, dat is gewoon omdat het ook Nederland is. Maar, en dat je door die boot toch wel een beetje het gevoel hebt dat je op reis bent. Ja, en dan kun je op het strand wandelen. Ook dat. En nergens mooiere stranden dan in Nederland. Je weet, de meeste landen liggen er van die verrekte kiezeltjes op het strand. Hey, maar het is natuurlijk wel zo dat jij in Amerika die reis gemaakt hebt. Dat was ook een soort van vakantie van een maand. Nee, dat was geen vakantie. Dat was kennismaking met een continentale natie. Ja, maar dat doen ook heel veel mensen. Die noemen het dan misschien wel vakantie, maar... Ja, maar ik ben Amerikanist. Dat was mijn beroep. Ik moest een beetje weten hoe het eruit zag. Het was heel leerzaam. Dan kun je toch ook in een boekje lezen? Nou, dat dan, laten we zeggen, een paar dagen door de Great American Heartland rijden, dat was toch wel een hele ervaring. Ja, maar bovendien, ik was toen jong. Nu zou ik het nooit meer doen, maar toen was ik jong. Ja, maar er zijn nu ook heel veel jonge mensen die zeggen, ja, om iets van, ik word er een beter mens van als ik naar Nepal ga. Ja, dat bestrijd ik ook, die theorie dat je er een beter mens van wordt. Als je een beter mens wordt van 2 weken op een palmenstrand zitten, dan moet je echt dringend naar een psychiater. Ja, want dan hoezo kun je dan in Nederland niet een beter mens worden? Wat is dat voor lulkoek? Want bovendien, ja, je bent overal bij een toerist. Ja. Ja, maar ik kan me ook wel voorstellen dat mensen zeggen van... bedrijven die zeggen, ja, buitenlandervaring is een pre. Dan nemen we je aan. Hè, als je een keer in Duitsland of in Berlijn... Of je weet dat de meeste bedrijven op de Zuidas of elders in Nederland... is allemaal die directies vergaderen in het Engels... Die bedrijven zijn 100% internationaal. Daar hoef je ook niet voor naar het buitenland. Nee, dat klopt. Maar dan zeggen ze, als je in het buitenland hebt gezeten, even weg van je thuissituatie, dan moet je echt helemaal ben je op jezelf toe geweest. Dat is een goede ervaring, is dat dan? Nou goed, dan heeft het iets met werken te maken en het feit dat je misschien beter kunt werken dan. Ja. Zelf geloof ik er geen moer van, want als je echt goed bent, dan maakt dat geen zaak uit of je bruinzeel in Nederland leidt. Als bestaat bruinzeel nog, ja, dat weet ik eigenlijk wel, niet. Ja. Of dat je dat in Engeland doet, dat maakt allemaal geen bal uit. Okay. Bovendien het corporate English, om het even zo te noemen, dat is overal even simpel. Dat zijn ook 375 woorden. Dus daar ben ik niet zo van onder de indruk. Nee, laten mensen eens wat minder reizen en wat tevredener zijn over hun dagelijkse bestaan. Okay. Dus dat staat in dat stuk? Ja, dat is ongeveer 1000 woorden, denk ik. Is dat een soort van column of is dat een soort van onderzoek, dat je ook allemaal mensen aan het woord laat?
Ik laat nooit iemand dat woord. Je bent zelf aan het woord. Ik ben zelf aan het woord. Oké, maar dat is wel op basis van onderzoek. Ik ben wel een min of meer moreel verplicht als de Thijser Maarten heet met een uitroepteken. Iets waar dat je er zelf ook wel flink wat in schrijft. En ik heb een veel groter stuk geschreven. Maar dat is over dat boek waar we het over gehad hebben. Ja. Ja, van die schrijver. Precies, ja. Ik ben zijn naam ook even kwijt. Ja, dan moet ik even diep nadenken. Hij heette John. Nee, je ziet niet waar dat de dementie ook mij besluipt. Tweede Wereldoorlog in ieder geval. Ja, het gaat over de Tweede Wereldoorlog als imperiaal conflict. En normaal gesproken laten we de Tweede Wereldoorlog beginnen op 1 september 1939. Hij laat de Tweede Wereldoorlog beginnen met het zogenaamde Mukden-incident. Dat is een stukje spoorlijn wat de Japanners hebben opgeblazen. En toen hebben ze de Chinezen daarvan de schuld gegeven. Dat is de start van, laten we zeggen, de imperiale veroveringsoorlog die Japan in China gevoerd heeft in de jaren 30. En dat, bovendien laat hij dan zien dat Duitsland natuurlijk en Italië ook in zo'n imperiale droom hadden. Dat dat een onbeschrijfelijke hoeveelheid ellende heeft veroorzaakt. En dat we, dan zit ik natuurlijk toch te piekeren over die naam. Die naam is er dus, hè, maar je weet dat je het weet. Nou, het komt zo meteen wel, komt het tot je. Het heeft een prima boek geschreven, Why the Allies Won. Ja, een heel dik boek. Ja, dit is ook nog een veel dikker boek trouwens over die imperiale droom en de verschrikkelijke gevolgen. Ja, je hebt er over, toen je COVID had, heb je helemaal zitten lezen. Ja, ik ben nu aan het tweede boek begonnen over de Tweede Wereldoorlog. Echt fascinerend. En deels toch weer een heel andere conclusie dan. Ja, dus je leert nieuwe dingen ook. Ik leer voortdurend nieuwe dingen en vooral ook de Tweede Wereldoorlog, dat is lekker in beweging. Want ik heb ondertussen al een derde enorme dikke pil aangeschaft, waar nog weer een nog breder perspectief wordt. En allemaal online? Of laat je ook wel eens iets fysiek komen, dat je lekker kunt strepen? Nee, allemaal digitaal. Oké. Mensen hebben nog gereageerd op Mussolini en Hitler. Hitler is schijnbaar een paar dagen later heeft hij zelfmoord gepleegd dan Mussolini. En mensen zeggen dat Hitler daar dus wel van op de hoogte was van dat lijk op dat plein. Dat hij dat gezien heeft en dat hij zich daarom heeft laten verbranden. Nou, dat kan ik mij wel voorstellen. Het is eigenlijk een gruwelijk verhaal. Hoe slecht Mussolini misschien ook was, dat heeft gewoon geen pas. Dat vond ik ook bij het ophangen van Saddam Hussein. De manier waarop, die had geen pas. Dat doe je niet. Nee. Hoe groot zijn schurkachtigheid ook was. Het is ongelooflijk. En onze luistercijfers zijn nog steeds. We zitten nu die Gijs en hoe heet die andere gast? Die een merk wilde worden. Die dat vertelde. Overy heette die schrijver van ja, de boek. Ja, ja. James Overy? Ja. Ja. Ben er toch opgekomen. Ja. Overy. Maar die bedoelde, ja, James Overy is de schrijver, maar nu Marcel van Roosmalen. Die wilde toch precies een merk worden? Ja, die wou hem, zei niet tegen mij, kunnen een merk worden. En ik moet zeggen, dat is jaren, zeker 4, 5 jaar geleden. En hij is 100% geslaagd. Ja. Dat is toch indrukwekkend. Ja, heeft hij goed gedaan. Hij is ook heel populair. Ja. Ja, dus dat is de enige die doet het beter. Die heeft, samen met Gijs Groenteman heeft hij meer luisteraars. Ah, maar die is volgens mij maar een kwartiertje. Klopt. En iedere dag. Dus iedere dag gaat hij op het nieuws reageren. Maar ik begrijp dus dat ze dat s'avonds al zitten op te nemen. Ja, dus op maandagavond gaan ze opnemen en dan wordt het op dinsdag live gezet. Dus als de pleuris uitbreekt, dan kan het er niet in. Ja, ik ga niks over. Elke dag is helemaal niks. Ik vraag me ook af hoe lang dit dat volhoudt. Dat moet op een gegeven moment toch ook vermoeiend worden. Ja, zelfs dit is ook natuurlijk. Want dit, hoe lang zijn we nu bezig? 2 jaar bijna, hè? Ja. Dat je dat was, denk 10 jaar. Precies. Als ik 93 ben. Nee, op een gegeven moment moet je de pinderen. Kun je natuurlijk ook wel een soort, dat we het langzaam ontwikkelen tot een soort bejaardenomroep. Hè? Ja. Dat ik steeds langzamer en krachtiger ga praten. Dat is, zoiets. Hè? Een soort van omroep Max, maar dan. Ja, zoiets. Wat een lamstraal. Daarbij bleek eigenlijk al hoe enorm lastig het is om met bommenwerpers concrete doelen aan te vallen zonder dat je zelf zeer grote risico's loopt. De Tweede Wereldoorlog door de ogen van Maarten van Rossum. Eigenlijk waren die bombardementen van de Duitsers
de facto een soort terreurbombardement, omdat ze gewoon een bommen niet te vallen en ook niet precies wisten wie er mee of wat er door geraakt zou worden. Download het luisterboek via de link in de beschrijving. Waren dat bewuste terreurbombardementen? Nee, ook weer niet. Maar het praktische effect was in feite dat als zodanig kan worden beschouwd.